Hallo, hier Link 2150. En welkom terug in een nieuwe aflevering van Dragon Ball Z Kakarot. Zoals we weten, we hebben Gohan bevrijd van Raditz en twee zijn missies inmiddels alweer gedaan, uiteraard. En ja, Gohan is nou door Piccolo meegenomen. En Piccolo die heeft gewoon Gohan gezegd, ik dump jou hier, gaan we lekker even op survival. Als je dat overleeft, komen we nog wel een keer weer terug. Nou, bij deze gaan we dus met Gohan op survival. We moeten dus naar eten zoeken. Dat zal hij wel fijn vinden. I need food! Dus voor nu hebben we nog een beetje gejankerd op van hem. En dan, misschien in de loop der tijd, dan wordt het er wel een groot jongetje. Je kunt ook nog niks. Je kunt niet springen, je kunt niet dansen, je kunt niet, eens schieten, enzovoort, enzovoort. Dus tot zover is Gohan nutteloos. Somebody there? I'm all alone. Nou, denk maar eens. Beter dat dan opgevreden worden, toch? Little twerp. Didn't go and get himself killed already, did he? Nou, we hebben dus de special beam kennen geleerd. Althans, het is nou available. Nou, dat gaan we zo meteen even doen. We gaan eerst even hier naartoe. De special beam cannon. Nou, die is ook mooi aangelegen, zeg ik. We gaan meteen even hierheen. Even kijken wat allemaal al open is. Hup, die willen we ook natuurlijk uiteraard hebben. Nou, geen zio's meer. Heel erg vervelend. Goed, nou is het dus de bedoeling dat we Gohan gaan bespieden. Dat gaan we uiteraard niet doen natuurlijk, want ik ga eerst eens even kijken als er nog zijmissies zijn. Nee, maar er is wel een trainingsgrond die ik eventjes wil bezoeken. I'm not at my best. Nee, wij mogen hier nog niet aan meedoen, zie ik alweer. Looks like someone wants to die. Tch, the great Piccolo reduced to this. Nou, jij vind je misschien wel heel wat, maar ik weet het, er gaat anders over. I'm gonna have to whip this spoiled ball of tears into shape. Uiteraard kan ik natuurlijk ook schieten. Dat is ook wel leuk. What a pain in the ass. Ja, je moppert nu al, Piccolo, maar... Hmm.
Nou, dat wou ik gewoon eventjes hebben. Looks like someone wants to die. I'm ready whenever you are. Let's do this. Special beam cannon! Don't kid yourself, you could never beat me. Different point. Oh kijk, ze hebben tegen level, dat is ook wel weer lekker, natuurlijk. Looks like someone wants to die. I'm ready whenever you are. Let's do this! So that's all, huh? Nou, uiteraard waren we weer op weg naar Gohan. Wat je trouwens nog kunt doen, dat was trouwens de vorige keer vergeten te zeggen. Dit soort gebouwtjes, of kun je dus molesteren. Kan eventueel wat onder zitten, niet dat het heel vaak voorkomt, maar het kan. Oh ja, trouwens, als je kan nog even wat liggen dat we even mee willen nemen natuurlijk. Dankjewel voor de diermee dan. Oh, we zijn niet zo. What the hell are those things? My kid's probably got his hands full right now. Guess I'll have to take care of them myself. Hallo Brish, val even binnen als je het niet erg vindt. Dat was even iets te vroeg. Trash like this is a waste of my time. Ja, voor jou misschien, maar niet voor in mijn opzicht. Je verdient gewoon goed punt, best wel redelijk punten. Ervaringspunten niet, maar wel voor die orbs. Special beam cannon! Hij vliegt er ook zo in. Dat wel handig. Want de schot was compleet mis. Even kijken, dan moeten we er nog even één hebben. Oh ja, die is aan de andere kant.
even een bedoel. Ik zie daarvan. There, done. Now then, time to check on that little rugrat. Hopefully throwing him to the wolves toughened him up. We praten hier over Gohan. I'm hungry. I'm so hungry! Little brat. We still don't have what it takes to fight the Saiyans. His latent power is our only shot. Fine. Just this once, I'll throw him a bone. Looks like there's only apples to eat around here. Oh well. Het is beter iets dan helemaal niets. One's probably not enough. Maybe there's some around here. Even kijken of er wat leuks ligt hier. Oh, dat is niet natuurlijk. Ja, de vet is hier wat. Gohan, je moet eventjes op jouw snoepje wachten. Captain Piccolo zit nog weer wat daar aan de grens. Amazing. Was ik nog net een rot? Ik ben er wel, maar. Ah, ja. Dag eens. I'll make quick work of you. Special beam cannon! Don't kid yourself, you could never beat me. Nou, is hij goed, man? En die zijn dood trouwens. Niet geprobeerd dan. Yep. Oh, die kan kapot. Hij trouwens, dit doet, je kunt ook opladen. Wordt je aanval iets sterker. Komt trouwens ook, by the way, wat verder. Dan gaan we nog maar weer terug bij naar Gohan. Looks like someone wants to die.
Dus dat hij nog zo klein is, want anders zou hem toch een tikker zijn eikel geven. Huh? Wow, it's kind of bright. For nighttime at least. Oh, it's the moon. Wow, it's so big and round. This is the first time I've seen a full moon. What the? What? You're kidding me! He transformed! So this is a Saiyan's true power. This'll end it! What's going on? The threat transformed into this thing! Special Beam Cannon! Damn kid's out of his mind! No use trying to reason with him at this point. Unbelievable! My attacks aren't doing anything! Wil je ook omhoog, Piccolo? Ja. Nee, deze. Nou, dit gaat dus over de Energy Blast die daar onderin heeft staan. We hebben wel de juiste moment te vinden, maar niet klaar, Energy. That's enough, you little brat! Try this! There won't be any Earth to protect if this keeps up! We Saiyans release our true power whenever there's a full moon. Even chumps like you should know that. That's right! The full moon! Who would have imagined a kid had such a transformation in him? Must be his Saiyan blood. Looks like he needs a full moon and that tail of his to transform. Better get rid of it now. Flop. Now that that's taken care of, here's some clothes and a sword. I've got my own training to get to, so you're on your own again. If you can somehow manage to survive the next 6 months, then you will have earned the honor of being trained by the great Piccolo. You're gonna wish you'd never been born when I'm done with you. Hope you're ready. Ik loop wel aan de schoenen, Piccolo. Hungry later if I only eat fruit.
I could really go for some meat. Hm? Oh, something smells good. Oh, dat geloof ik wel, ja. How am I supposed to get myself some meat? I guess I could catch a fish or something. Nou, we zien allemaal, Gohan is al iets meer een jongetje geworden. Is al iets, kan nou tenminste weer springen en allerlei andere rotgangetjes uithalen met hem. Alleen de zwaard kun je dan niet gebruiken, dus dat is dan wel waar dat ding dan eigenlijk net voor heeft om ook terug te hebben. Het hoort nou eenmaal bij de game. Goed, nou we dat gedaan hebben, dan gaan wij weer afsluiten uit de dumplings. En dan gaan we de volgende keer. Ik wil jou er gewoon bij je. Kom. Gohan, wees is lief. Zo. My tummy is grumbling. I hate to run into dinosaurs. I better go back. We hebben Gohan een big ape zien worden. En de volgende keer gaan we dus weer eens even op survival. En weer op zoek naar eten om dat rollige magie van Gohan eens even weer aan te vullen. Ik hoop dat jullie weer een beetje op weg kunnen helpen en kunnen laten genieten over Dragon Ball Z Kakarot. En dat is weer vriendelijk gevraagd voor de like, heeft een leuk berichtje. En mocht ik wat gemist hebben, zet dat eventueel bij de berichtjes. Ik wens jullie heel veel plezier met Dragon Ball Z Kakarot. En tot de volgende keer in de volgende aflevering van Dragon Ball Z Kakarot.